Hoi allemaal, ik ben Piet Vogel. Ik sta hier op een prachtig mooi, groot, helder en diep water onder de rook van Amsterdam. Het is een water met een prachtig bestand aan karper. Het zijn ontzettend mooie stekken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, het is een water met heel veel obstakels. Om succesvol te kunnen vissen op dit water, zul je echt moeten vissen met een boeiensysteem. Ik ga jullie precies laten zien hoe ik dat doe. En ook hoe ik hem maak. Het mooiste is, VB heeft een aantal producten hiervoor ontwikkeld die het vissen met het boeiensysteem heel eenvoudig maken. Ik ga jullie dus nu laten zien hoe dat allemaal werkt. Nou, we gaan nu boeiensysteem gaan we monteren. Ik ga er even stap voor stap met jullie doorheen lopen. Nou, om het even makkelijker voor onszelf te maken, is het helemaal niet moeilijk om het andere te doen hoor. Maar om het toch even makkelijker en begrijpelijker te maken, heb ik de Kevlar. De Hollow Kevlar heb ik al 20 meter op de molen gespoeld. En die 20 meter zijn nodig omdat je dan een lekkere lange glijbaan hebt voor de onderslag. Ik vertel direct wel allemaal per onderdeel wat het inhoudt. Dus de Hollow Kevlar zit erop. En de Hollow Kevlar heeft als goede eigenschap dat het enorm schuurbestendig is. En dat is heel belangrijk, want over die Hollow Kevlar loopt dus die onderslag met een wartel. En die wartel die schuift dus op volle kracht over die Hollow Kevlar heen. Nou, die Hollow Kevlar is daarvoor gemaakt en die kan er heel goed tegen. We hebben dit in drie kleuren. We hebben gravel, silt en we hebben natuurlijk weed. Het is aan jou de keus gewoon wat je wil gebruiken, wat voor soort water zit je. Dus keus genoeg. Dus de stap 1 van het hele systeem is een meter of 20 Hollow Kevlar erop. Ik zal nog even laten zien in beeld. We hebben dus die 20 meter er nu op zitten. Vervolgens zetten we er een onderslag op. Een onderslag, dat is de ruimte die je nodig hebt om over de obstakeltjes heen te vissen. Nou, die kan je doen tot bij wijze van spreken 3 meter, maar dat is heel onhandig. De mooiste maat die wij gebruiken eigenlijk is zo rond de 80-90 centimeter. Heb je meer nodig, 1,50 is ook nog goed te doen. Maar als je daar boven gaat, wordt het toch een beetje een lastig verhaal. Nou, die onderslag die hebben we gemaakt van Silgray. En Silgray is een loodvrije leader. Nou, waarom hebben we die daarvan gemaakt? Het is gewoon een heel mooi zacht materiaal. Waar de vis dus, omdat we met de staande lijn vissen, gewoon heel, heel weinig last van hebben. Nou, die onderslag, die is dus een centimeter of 80 op dit moment. Op dit water heb ik dus die 80 centimeter nodig. Want er staan wat afgebroken steigerpaaltjes onder water. En we hebben wat slaapbladen onder water staan. Dus 80 centimeter is hier genoeg. Nou, dan is een heel belangrijk detail daarna, is natuurlijk de loodclip. De loodclip is super belangrijk. Waarom? Omdat de loodclip moet de klap opvangen van de vis en die moet meteen het gewicht loslaten. Nou, het gewicht heb ik hier liggen. Het gewicht is op dit moment gebruiken we een steen. En ik heb die steen zeg maar geprepareerd met 2 tie-ripjes. Normaal gesproken als ik mijn steen echt kwijt ben, zou ik dat anders doen. Zou je dat met een ijzerdraadje kunnen doen of met een touwtje. Maar hier kan ik mijn steen altijd terughalen. Dus 2 tie-ripjes. En waarom doen we eigenlijk dit met een steen? Gewoon omdat je niet wil dat je iedere keer 300 gram lood op je stek achterlaat. Willen we niet als visser, doen we ook niet. We vissen dus met een drop-off systeem. Nou, dat drop-off systeem, dat kan alleen maar als je clip echt gefixeerd zit. Op je onderlijn en natuurlijk op je leader. Op het moment dat die gaat schuiven, ja, dan werkt dat drop-off systeem niet. En dan ben je direct aan het drillen met de fles, de vis, 300 gram steen. Etcetera. Dus dat willen we niet. Vandaar ook dat we dus die clip gebruiken die je ook kan vastzetten. Nou, PB Hit & Run Clips is eigenlijk een universeel product. Die kun je gebruiken voor een controlsysteem, het Hit & Run. Maar je kunt hem ook fixeren met het pennetje wat erbij zit. Doe dat wel eventjes goed. Zorg dat het pennetje goed erin gedrukt zit. En op het moment dat hij door en door zit, kan hij makkelijk die 300 gram aan. Dus een ideale clip daarvoor. Daarna gaan we natuurlijk verder naar de onderlijn. De onderlijn die vis ik wat langer als dat ik normaal zou doen.
Normaal vis ik hem tussen de 10, 15 centimeter. Maar nu heb ik zoiets van 22 tot 25 centimeter. Dat is een beetje ook omdat je natuurlijk met een gewicht zit te vissen die meer volume hebt. Als je meer volume hebt, de onderlijn moet dan wel de bodem kunnen raken. En ook nog genoeg ruimte hebben zodat de vis hem kan opnemen. Dus daarom heb ik hem iets langer gemaakt. Voor de rest zien jullie ook nog een loodgewichtje eraan zitten. Nou, dat is dus precies de dikte die ik nodig heb over de steen heen om bij de bodem te komen. Nou, het loodje legt direct op de bodem. Zul je ook allemaal zien op de onderwaterbeelden. En dan is dit eigenlijk de lengte van mijn onderlijn. Nou, dan vis ik met een super stronghaak. Met een linerlijnertje erop. En ook nog een shot aan de hoek. En dat doe ik omdat ik compact bij de marker zit te vissen. Dus de boei is ook meteen mijn marker. Nou, als je compact voert, we weten allemaal, dan heb je gewoon alle eigenschappen, alle goede eigenschappen van het draaien nodig. Dus en de shot aan de hoek en de linerliner. Die zijn super belangrijk, zodat de vis, op het moment dat hij hem opzaagt, ook meteen geprikt zit. Dus dat is dit gedeelte. Vervolgens gaan we verder. We hebben dus de Kevlar en we schuiven dus de Big Eye Swivel. Schuiven we op de Kevlar en die Big Eye Swivel, ook die zit uiteraard in onze range. Die Big Eye Swivel zorgt ervoor dat hij gewoon heel makkelijk schuift op die leader. Dat is één. Dan hebben we ook een buffer nodig, want als je een aanbeet krijgt, je pakt je hengel op, de vis die wil altijd naar beneden. Kan hij niet. Hij krijgt druk van de boei, hij krijgt druk van de lijn. Dus wat gebeurt er? Omdat hij in beweging is, komt hij eigenlijk steeds meer omhoog. Nou, hij gaat maar misschien wel op het moment dat jij je hengel oppakt, is die al bij je boei. Dan dril je dus ongeveer 80 centimeter onder je boei. Maar het kan ook heel snel gaan. Nou, omdat je dan met wartel tegen een wartel aankomt, ja, hebben wij gezegd, dan moet een buffer tussen. Nou, die buffer, die doen we ook al jaren, maar er was eigenlijk niks goed voor op de markt. Nou, PB heeft ook daar nu een oplossing voor. We hebben dus een nieuwe beat, een multibeat, op de markt gebracht. Kun je veel meer mee doen dan alleen maar dit. Maar hier is hij uitermate geschikt voor. Dus daar beginnen we nu mee. Zo. Dus ik heb nou de beat op de leader zitten. En vervolgens de dop. Ja jongens, daar draait dus alles om nu. Want dat was in het verleden altijd het grote probleem. Ik heb zoveel vragen gehad. Piet, hoe bevestig je nou de leader aan de dop? Van welke fles dan ook? Nou, daar hebben we een hele mooie oplossing voor gevonden. Wij hebben gewoon van PB een universele dop gemaakt die bijna op alle flessen past. En ik zeg bijna alle flessen, er kan altijd een vreemde fles bij zitten. Ja, die past daar niet, maar die is minimaal. Het grote voordeel van deze dop is ook, hij zit meteen heel goed vast aan de wartel. Want daar komt best wel wat druk op te staan. Hè? Op het moment dat die vis dat je die vis aan het drillen bent en de boei boven en jij aan die kant, er komt heel veel druk op die fles te staan. Nou, die wartel zit heel erg goed gefixeerd. Nu is het de zaak om die wartel met die dop te bevestigen aan je leader. Kan op twee manieren. Je kan het splicen, heel makkelijk, want Holo Kevlar laat zich enorm makkelijk splicen. Maar ik ben wel ook een beetje lui. Niet omdat ik splicen niet leuk vind, maar je kan dit spul ook gewoon heel goed knopen. En aan deze kant heeft eigenlijk het splicen geen enkele meerwaarde. Dus knoop ik hem. Gaan we doen. De Kevlar, de Holo Kevlar, gaat gewoon door de swivel heen. En we maken een hele simpele knoop. Want dit spul heeft een trekkracht van 80 lbs. Dus 3-4 slagen om de leader heen en terug is al genoeg. 1, 2, 3, 4. Dan ga ik zeg maar door het oogje terug. En wat je wel altijd doet, even nat maken om het materiaal niet te verbranden. En hij zit bevestigd. Ik schuif nu de buffer tegen de wartel aan. Op het moment dat ik dus nu ga drillen, schuift alles op tegen deze buffer aan. En je drilt enorm prettig 80 centimeter onder de oppervlakte. En dat is het mooie van dit systeem. Je lijn komt gewoon niet in contact met de bodem. Vis je 50 meter aan de kant, 60 meter aan de kant, het maakt allemaal niet uit. Door die driehoekkracht gaat de vis altijd omhoog. Het
Het is nogmaals een weergeloos systeem. Ik heb het niet uitgevonden, maar samen met PB hebben we het wel helemaal geïnnoveerd, zodat het voor jullie heel makkelijk is om te gebruiken. Nou, om het hele systeem nu af te maken, is eigenlijk alleen maar een boei nodig. De fles. Dit systeem werkt gewoon vanaf 1 liter, werkt die eigenlijk goed. Het enige nadeel met een 1 liter fles bijvoorbeeld is dat tijdens de drill de fles nog wel even ondergetrokken kan worden. 1,5 liter is in mijn ogen beter. 2 liter is nog beter. Het is maar net wat je nodig hebt op dat moment. Maar 1 liter kan dus uiteraard ook. Nou, de oude dop draaien we eraf. De dop die erop zit. Nou, die moesten we dus vroeger gaan prepareren. Nou, dat is gelukkig allemaal verleden tijd. Want dat houdt allemaal best wel op. Nee, nu hebben we gewoon kant-en-klaar die dop. Die kun je ook altijd aan je systeem laten zitten. Kant-en-klaar. En waar je ook bent, je koopt gewoon een fles. Je drinkt hem op. Ik heb ook nog een 2 liter fles staan met cola. Maar ik heb hem nog niet opgedronken. Dus we gaan het bij deze, met deze liter fles doen. En je ziet, dit is al. Kant-en-klaar. Zo makkelijk hebben we het voor jullie gemaakt. Dus na de innovatie van Silkray, na de innovatie van Holo Kevlar, hebben we dus nu ook de multibeat en de dop. Ideaal voor dit systeem. Ik heb hem dus nu kant-en-klaar. Wat we nu gaan doen, is hem op zijn plek neerleggen. En dan gaan we hem ook nog proberen onder water te filmen. En dan hopen we ook nog even natuurlijk op een aanbijt. Ik kan niet beloven dat het lukt, want het is een groot openbaar water. Maar wie weet. En als we een aanbijt hebben op dit taluut, nou dan land ik hem ook. Oké, ik ga nu de hengel uitvaren. Ik hoef niet eens heel ver uit de kant, want het taluut ligt redelijk dichtbij. Ik leg de steen dus voor het taluut neer. Op het moment dat ik een aanbijt krijg, wil de vis altijd het taluut af. En dat is juist het hekele punt hier. Die taluut zijn echt vlijmscherp. Dus ik leg hem ervoor neer en op het moment dat hij gehaakt wordt, die vis, dan wil hij zwemmen. Hij wil naar beneden. Maar door de druk van boven van de boei en van mij vanaf de kant, kan hij maar één kant op. Hij kan omhoog. Hij wordt gewoon omhoog gestuwd. En dat is het mooie van dat systeem hier. Je drilt dus niet aan de grond, maar je drilt aan de oppervlakte. Dus op 80 centimeter de hoogte van je onderslag vanaf de boei. En dat werkt ideaal. Nou, we gaan hem lekker uitvaren. Zo, ik ga hem nu dus laten zakken. Dan legt hij precies op de richel. Zo. Nou, je ziet nu, alles legt op de bodem. En ik ga nu terugvaren naar de kant. En dan zorg ik ervoor dat ik mijn boei dus een klein beetje schuin leg. Niet te schuin, maar een klein beetje. Ik zal het wel op de kant nog even beter uitleggen. Ga nu de hengel in de rotpot leggen. En de grootste fout die je nu kan doen, is door te zorgen dat je het alles te strak zet. Wat gebeurt er dan? Dan gaat je boei rechtop staan en dan gaat hij eigenlijk een beetje stuiteren. En dat moet je niet hebben. Dus je voelt het punt waarvan op het moment dat je voelt dat je strak zit, en dan laat je gewoon iets van lijn terug. Kijk, nu heb ik het punt dat hij eigenlijk te strak staat. En dan laat ik hem iets los. Nou, dan legt de boei prachtig plat. Zet hem goed vast in de steunen, want de runs zijn echt keihard. Helaas, vandaag waren de visgoden ons niet gunstig gezind. Maar ja jongens, dit weet je, het heet vissen en niet vangen. Maar ik hoop toch dat jullie wat geleerd hebben van ons filmpje over het boeiensysteem. En ik hoop dat door middel van onze universele dop, dat het voor iedereen een stuk gemakkelijker is geworden om dit systeem in te zetten in hun visserij. En geloof me, het is een super efficiënt systeem. Hey, ik zeg veel succes
En we zien elkaar in de volgende PB-film.